Ruim 2 maanden geleden hadden we de jubileumeditie van Club 312. Het was de 30ste editie. Vanavond is het tijd voor de 31ste editie. Nu achter mij staat te spelen Valerie Branou. En zometeen zijn er nog 3 andere hele toffe acts. Wij studeren alle 4 aan de Herman Brood Academie. En ik speelde eigenlijk al heel lang, ik trad al heel lang op met mijn eigen liedjes. Niet onder de naam Valerie Branou, maar al gewoon als Valerie of Valerie Scheffer. En toen het eindexamen in zicht was, het afstudeeronderdeel. Dat is dus dat je met een band gaat live spelen en dan word je beoordeeld en dan ben je klaar met je studie. Toen dat in zicht kwam, toen heb ik hun benaderd en nu zijn we Valerie Branou. Het is eigenlijk een verbastering van Branou. En dat is een theater in Den Haag. En dat is een theater, daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Of niet dat ik daar altijd elke dag was, maar ik was er heel veel omdat mijn vader daar directeur was. Dat zijn Friends of the Family die folk rock maken. Recensie gehad voor 312 en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En dit keer zijn we letterlijk door hunzelf uitgenodigd om hier te spelen. En dat was toch wel een soort van een klein beetje erkenning van dat we het goed aan doen zijn. Dus bij deze vond het wel iets specialer dan de andere keer dat we in het Paardcafé hebben gespeeld. We hebben allemaal leuke instrumenten op het podium gehad. Dat zag je de banjo, mandoline, fluitjes, allemaal dat soort dingen. En we zijn nog bezig met vriendinnen van ons die spelen bijvoorbeeld de harp of de cello, viool, allemaal van dat soort dingen. En dat is ook een beetje het idee van Friends of the Family. Dat we echt soms per nummer komt iemand bij, gaat iemand af, weet je, die dat dan en dat specifieke nummer krijgt. We hebben singer-songwriter Valerie Branou gehad. We hebben folkmuziek van Friends of the Family gehad. Achter mij staat nu de derde band te spelen. Alternatieve pop, rock. Dit is No Soyo. Amsterdam, behalve dan onze toetseniste, die zit inmiddels niet meer op het conservatorium. Maar daar kwamen we elkaar tegen. Ik kom helemaal uit Duitsland. Zij komen uit Amsterdam, Ottersum en Born. Precies, ja. Limburg.
Limburg. Ik laat mensen graag achter met het woord alternative pop. Het is begonnen vanuit het singer-songwriter project. Het is inmiddels best wel veel harder geworden dan dat. Met de band Tijn Mier, die ook op plein overstaat. Dank jullie wel voor je aandacht en een fijne avond! Bands is terug te horen in deze band. De schema's zijn alsnog best wel poppy eigenlijk. De liedjes, als je het op een akoestische gitaar speelt, 60's. Maar het is wel hard uitgewerkt. Hebben jullie naast dit optreden nog meer op de boeg staan op het moment? Ik weet niet wat we al bekend mogen maken. Niks. Alles. Ja. Ja, het wordt leuk. We spelen op leuke plekken.